allerlekkerste cake die maak je natuurlijk zelf. Dat is een cake uit je eigen keuken. En ik heb vandaag een recept voor u. Dat is een heel bijzonder recept. Dat is een cake gemaakt van wit chocola. Wit chocola, roomboter, bloem, suiker, eiwit, eidooien. En in die cake heb ik gekozen voor verschillende nootjes. Wat pijnboompitten, een beetje pistache, vijgje. Heel lekker voor je eigen cake. Om te beginnen heb ik hier de chocola, witte chocoladeconfituren. En de chocola die ga ik voorzichtig smelten. En het smelten doe je nooit direct op vuur. Het smelten doe ik in een pan. En in die pan zit kokend water. En daar zet je deze pan gewoon in. Zodat de pan alleen maar contact heeft met heet water. Daarnaast heb ik hier roomboter. Die moet ook gesmolten worden. Ook voorzichtig op het vuur. Of in dit geval op de hete plaat. Wachten tot het boter gesmolten is. Ondertussen heb ik hier de vulling voor de cake. En die vulling voor de cake ga ik met de hand lekker fijn snijden. Die ga ik kleiner maken. Dus ik heb hier wat pistas, pijnboompitjes, cashewnoten en wat vijgjes. Dat zijn geconfijt, gedroogde vijgjes. En die zijn natuurlijk behoorlijk stevig. En dat ga ik allemaal wat kleiner maken. Chocola is gesmolten. Bij de chocola doen we de eidooien. Gewoon doorroeren. En gesmolten roomboter. Die kan er ook bij. En als je dan goed doorroert en alles gemengd hebt, dan lijkt het een klein beetje op advocaat. Mooie substantie. Dit is nu gemengd. En om de cake verder te maken heb ik hier eiwit. Dat is ongeveer 200 gram, 180. En ik heb suiker. En ik ga het eiwit in de keukenmachine. Met een bekken natuurlijk. Het eiwit gaat in de keukenmachine. Bekken onder de machine. En dan eerst de machine aanzetten. Wachten tot het eiwit omhoog komt. En dan doen we de suiker er pas bij. Afmaken van de cake. Dan heb ik hier de vulling. Hier heb ik de chocola eidooien roombotermassa. Die doen we eerst erbij. Eiwit. En dan, als je gaat mengen, gebruik je eerst een klein beetje eiwit. Dan kan het een beetje aan elkaar wennen. Familie maken, zo noemen wij dat. En omdat we er vet aan toe gaan voegen, moet je dat voorzichtig behandelen. De rest gaat er nu bij. En dan nadenken in wat voor vorm je dit wilt maken. Wil je een grote cake of wil je gewoon kleine cakejes, mini cakejes die je bij een kopje koffie serveert. En daar heb ik voor gekozen. Een vorm, allemaal kleine gaatjes rond. En daar ga ik de cakejes in afmaken. En deze vorm die doe ik eventjes een beetje beboteren. Heb ik hier de bloem. Ik heb hier een spuitzak, die heb ik netjes omgevouwen. Een machet, want alles zit straks alles eronder. En voor het gemak, omdat ik met twee handen heb, doe ik hem eventjes in een wijnkoeler. En dan probeer ik die vulling hier netjes in te krijgen. Klein puntje eraf halen en dan alle vormpjes vol spuiten. De spuitzak is makkelijk om te vullen, omdat je het elke keer kunt stoppen. Afbakken in oven. Deze die gaan 180 graden tussen 10 minuten en 15 minuutjes. Daar gaat hij. Zo komen ze uit de oven. Ik zet even hier neer. Eventjes laten afkoelen, omdat het een cake is die heel zacht is van binnen. Dat zachte komt natuurlijk door de chocola en door de eidooien en het luchtige van het eiwit. En als je ze dan even laat staan, dan is het feest. Dan is het tijd om daar een klein stukje van op te eten. Om daar zo'n lekker cakeje te proeven. En dan proef je het gewoon hoe heerlijk het kan zijn om je eigen cake te maken uit je eigen keuken. Tot volgende week.